Goedemorgen, iedereen. Ja, ik zit hier met mijn koffietje. En we gaan dus nog een bladzijde lezen uit dat boek van Barbara Abelle. Uh, dat heet Derrière la haine. Oei, je ziet niks meer. Ja, ik weet niet. Ja, nu zie je het boek. Oké, okay, we gaan dus bladzijde 12 lezen. Als je vragen hebt, commentaar hebt, meer wilt lezen, minder wilt lezen, dan hoor ik het wel. Oké, okay, c'est bon. Tis goed, soupira-t-il, sans pour autant quitter sa console des yeux. Dus tis al goed zuchtte hij, zonder pour autant, kan je vertalen als, daarbij, zonder daarbij, les yeux, des yeux, de ogen les yeux, les yeux, les Ja, dat is zo'n bakje waarmee je speelt. Ik denk dat dat hier een Nintendo was. Il fit glisser ses fesses jusqu'à l'extrémité de la banquette. Hij deed. Ja, dat is dus weer die passé si simple. Hein? Hij deed zijn billen, ses fesses, glijden tot aan l'extrémité, het uiteinde van de bank. Dat was dus de bank in de auto. Hij zit nog in de auto. Met un pied sur le trottoir. Zette een voet op het trottoir of op het voetpad. Et pas avec mollesse du véhicule. En, ja, s'extirpe, je moet dat werkwoord niet bepaald kennen, maar ex is altijd uit, hè? ergens uit. En hier zou ik zeggen, euh, zou ik kunnen zeggen, zich naar buiten werken. En werkte zich naar buiten met zachtheid, mollesse, dus... Maar ze zeggen tegen zijn zin en met niet veel fut, uit het voertuig, vehicul. En dus het woordje, je ziet in molles, zie het woordje mol. Mol is het vrouwelijke van moe. En moe betekent zacht. Als je bijvoorbeeld een zachte kaas wil kopen, dan koop je een fromage moe. Oké? Okay? ferme la portière, si ce n'est pas trop te demander. En sluit het portier. Als dat niet trop te veel is, je te vragen. He? Sluit het portier als het niet te veel gevraagd is. Oké? Okay? Laetitia, interpella derrière elle une voix qui la sur place. Laetitia, interpeller is eigenlijk iemand aanspreken. He? Sprak, sprak haar. Achter zich. Mm, nee, een momentje. Oh, ja, ja. Achter haar, sorry. Letitia sprak haar aan. Achter haar een stem. Sorry, maar dus het onderwerp is une voix. Een stem sprak haar aan. Achter haar. que c'est clair. Qui l'affiche sur place, die haar ter place bevroor. On peut parler quelques instants. On peut quelques parler. Elle se retourna. Elle se se tenait là, à quelques mètres à peine, en tenue de jogging. Tyfijn, uh, en dan heb je het werkwoord se tenir. sorry. Dat, je kan dat eigenlijk gewoon vertalen door zijn. Tyfijn stond daar, was daar. Dat is de daar. Op enkele meter amper. In jogging uitrusting. Elle était en nage. Ze was uh, en nage, dat betekent bezweet. Maar je moet een beetje denken, dat is alsof je gezwommen hebt. Want nager is zwemmen. En en nage, dat wil je zeggen helemaal nat. En in het Nederlands is dat bezweet. was bezweet, het gezicht, uh, donc le visage luisant après l'effort qu'elle de fournier. Het gezicht uh, blinkend na de inspanning die ze net had geleverd. Nu. Ik moet hier even iets over zeggen. Elle venait de. Dat is een constructie in het Frans. En als je dat nu letterlijk zou vertalen, dan zou dat zijn. Ze kwam van het leveren. Maar in Nederlands heb je die constructie niet. Ze kwam van. In het Nederlands ga je gewoon dat werkwoord venir vertalen door juist. Ja? Ze had juist. Uh, dus de, de inspanning die ze juist had geleverd. Je noemt dat in het Frans een passé récent. In het Frans is dat venir de, en in het Nederlands doe je dat gewoon met juist. Oké. Okay. Quelques mèches de cheveux collées sur son front. Enkele lokken van haar geplakt op haar voorhoofd. Le souffle court. Uh, de adem kort, dus ze was kort van adem, want ze had gelopen waarschijnlijk. Elle attendu une réponse qui ne vint pas. Ze wachtte op een antwoord dat niet kwam. Is enfin, het pas simple van venir. Nu, pas op, in het Frans, attendre heeft geen voorzetsel. Als je dat in het Nederlands zou zeggen, dan zou je zeggen attendre sur une réponse, maar in het Frans heb je dus geen voorzetsel. Um, détournant puis détournant les yeux, daarna haar ogen détournant, um, haar ogen ja, afwijkend, haar ogen in een andere richting, elle, elle s'approcha de Milo, donc elle ébouriffa la tête. Elle en s'approcher, to approach in het Engels, is een beetje korter bijkomen, zo so, kwam korter bij Milo, don betekent waarvan, ze, het hoofd, maar ébouriffé je zou dat hier kunnen vertalen als aaien. Maar normaal is dat een beetje. zo... Je haar een beetje in de war doen. Zie je zoiets? Oké? Okay? Dat is ébouriffé. Ça va, mon grand? Uh, het gaat. Mijn, mijn grote, mon grand. Hein, dat is om dat kind toe te spreken. Um, lui demanda t elle gentiment. Vroeg ze hem gentiment vriendelijk. Bonjour, Tatiphaine. Lui répondit l'enfant. avec un lumineux sourire. Hallo, tante Tifaine, hein, Tati, c'est tante, et il fait « bas il plante ça à elkaar. tante Tifaine, répondit à la enfant avec un stralende glimlach. Excédé, Laetitia les rejoignit en deux enjambées. En dus, we zouden kunnen zeggen, een beetje uit haar lood geslagen. Een beetje, wat kan ik zeggen? Van de slag. Nee, van slag, sorry. Misschien een beetje van slag. Laetitia, dus, rejoignit. kwam bij hun. In twee stappen. Saisit son fils par le bras. D'un geste ferme. Greep haar zoon bij de arm met een, euh, sterke, met een sterke beweging et le fit passer derrière elle. En deed hem achter haar passer, dus ze duwde hem eigenlijk achter zich aan. Je t'interdis de lui adresser la parole, siffla-t-elle entre les dents. Ik verbied je hem en Adresser la parole, ja, dat is iemand uh, toespreken. Ik verbied je hem toe te spreken. Floot ze tussen haar tanden. Nee, siste ze. Hier is dat niet fluiten. Hier is dat sissen. Siste ze tussen haar tanden. Tiffin encaissa l'attaque sans brancher. Typhein incasseerde de aanval zonder. Broncher is zonder een kick te geven, zonder te bewegen. Laetitia, s'il te plaît. Laetitia, alsjeblieft. On peut parler. We kunnen spreken. Milo, rentre à la maison. Milo gaat huis binnen. Lui, intima, sa mère. Uh, beval hem zijn moeder. Dus zijn moeder beval hem. Okay. Maman, maman, rentre, je te dis. Ga naar binnen, zeg le je. Le ton, d'un ton, qui ne souffrait pas la discussion. Dus uh, soma, is weer, ils peuvent dire, zeggen dat dire, uh, kunnen we dire, Dus ze dire, hem aan met een toon » of op een toon die » Ne souffrez pas la discussion. Dit geen discussie discussion. Dulde Dulden hier souffrir. Milo hésita, puis la mine boudeuse se dirigea vers, ik denk, la maison. Dus Milo twijfelde. Dan, uh, la mine, mine is een beetje de uitdrukking, je gezichtsuitdrukking, uh, boudeuse en boudeuse is eigenlijk. Uh, Pruilend met een pruilende gezichtsuitdrukking. Ze um, dirigeerde ging naar ik denk het huis. We zijn al klaar, jongens, we zijn al klaar. Ik hoop dat het een beetje gaat. Je moet dus niet alle woorden studeren, hè. gewoon de belangrijke woorden om dit te begrijpen. Studeer niet alle woorden, noteer ze niet allemaal in je woordenlijst. Maar ik hoop dat je begrepen hebt dat die twee mevrouwen um, elkaar niet goed kunnen uitstaan. Oké, okay, uh, volgende keer bladzijde 13. Fijne dag.